Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Rino en vandaag hebben we een hele leuke video. Want ik ga jullie laten zien hoe jij heel simpel en makkelijk een goede thumbnail maakt voor je YouTube video. Ik doe dit in Photoshop. Weet jij niet hoe je Photoshop moet krijgen? Ga dan even naar photoshop.com en dan kan je een trial downloaden. Ik zal het even laten zien hoe dat werkt. Ga gewoon even naar adobe.com. Dan gaan we hier naar producten. Photoshop. En dan gaat hij laden. En dan staat hij hier. Je kan voor 61 euro per maand kan je dit doen. En sommige mensen vragen was: Rino, hoe ben jij op Photoshop gekomen? Nou, ik doe een creatieve opleiding. Dus via school kan ik heel erg korting krijgen op dit tarief. Dus zo heb ik dat gekregen. Maar je kan het ook gewoon hier klikken op uitproberen. En dan kan je gewoon een trial downloaden. Nou, welkom bij het downloadcentrum. Hier kan je allemaal trials downloaden. Oké, we gaan beginnen. We gaan terug. Laten we zeggen, je hebt een YouTube video geüpload. Alleen je hebt nog geen thumbnail. Laten we zeggen, we klikken op mijn GTA 5 video. Oké. En dan spoelen we even wat verder. En dan klik je een beetje door je video heen. En je moet een beetje altijd kijken waar je een gek hoofd trekt. Of in ieder geval een hoofd wat jij grappig vindt voor een thumbnail. Want het moet natuurlijk wel iets zijn waar mensen op gaan klikken. Dus laten we zeggen, ik heb hier net mijn PlayStation heb ik zo in mijn hand. Op dit moment wil ik... Dit wordt mijn thumbnail, oké? Dus zeggen we print screen. Dan gaan we naar Photoshop toe. Dan zeggen we van, wij willen een nieuw bestand maken. En dan zeggen we, oké, hoe groot willen we maken? Ik wil hem 1280x720, want dat is breedbeeld op YouTube. En dan zeggen we de achtergrond wit. Oké. En aangezien we nog steeds die YouTube print screen in ons achterhoofd hebben, kan ik die gewoon gelijk plakken. Dus ik doe edit. Paste en hij is geplakt. Nou staat hij natuurlijk super scheef. En wat moeten we dus doen? We verslepen hem dus een beetje. We zoomen een beetje in met Ctrl plus. En dan gaan we dit gedeelte even uitknippen. Dat kunnen we doen door op M te klikken. Of deze tool te pakken. En gewoon zo de video te selecteren. Dan klik je op Ctrl X om hem te knippen. Dan onthoudt hij die weer even. Dan delete je de oude layer die er al is. Gewoon delete. En je kan hem trouwens ook zo naar het prullenbakje slepen. En omdat we die screenshot nog steeds in ons hoofd hebben, klikken we nu weer op edit en paste, oftewel Ctrl V. En dan komt hij hier zo te staan. Nou, dan gaan we die wat groter maken. Dan doen we dus Ctrl T. En dan houden we Alt en Shift ingedrukt en slepen we die zo naar de zijkant. Tot hij helemaal vol in het beeld zit. Drukken we op Enter. En dan is die goed. Bij een thumbnail wil je meestal dat hij een beetje eruit springt. Dat je bijvoorbeeld letters eroverheen hebt. Dus wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is dat je hier de tekst toepakt. Hup, we klikken en we zeggen PlayStation. En je moet natuurlijk een tekst erin zetten die best wel debiel is. Dus laten we zeggen, we noemen deze PlayStation 5, want die bestaat nog niet. Nou, lettertypes die altijd goed werken in thumbnails zijn meestal dikke lettertypes. Omdat thumbnails heel klein zijn, moet je meestal lettertypes kiezen die heel erg opvallen. Welk lettertype ik aan kan raden is deze. Bebas, heel populair lettertype. Ook heel mooi, die kan je weer even vergroten met Ctrl T. Shift ingedrukt houden en weer slepen. En dit lettertype kan je trouwens krijgen op een website die zo heet. Dafont.com. En hier kan je allemaal verschillende lettertypes krijgen. Dus als je dan hier gewoon intypt van Bebas, dan krijg je hem hier. En dan kan je twee versies, Bebas en Bebas Neuje, kan je downloaden. Terug naar Photoshop. Wat je ziet is dat het witte letters valt een beetje weg op de achtergrond. Dus we willen eigenlijk iets hebben waardoor die letters er een beetje meer uitspringen. Hoe je dat kan doen? Twee manieren. Je kan bijvoorbeeld een shadow toevoegen, dus een schaduw. Dat kan je hier doen door rechter een muisknop te klikken. En dan blending options. Dan krijg je hier allemaal opties. En dan kan je hier bijvoorbeeld zeggen drop shadow. Zag je dat? Kijk, zie je links? Dan komt er een schaduw bij. Dan kan je deze instellen. Kan je bijvoorbeeld zeggen ik wil de distance een beetje hoger. Dan komt hij een beetje onder vandaan. Ik wil de size een beetje groter. Ik wil hem doorzichtig of niet. Of laten we zeggen, nou dit vinden we eigenlijk nog niet goed. We willen iets beters. Doe je deze weer even uitzetten. Klikken we weer op oké. Wat we nou doen, we gaan een balkje maken onder de tekst. Want dat is ook best wel populair en dat ziet er best wel goed uit. Dus je pakt je rectangle tool en je maakt gewoon even zo'n vakje. En dan sleep je zo, net iets groter als de tekst, een beetje eronder, een beetje erboven. En die laat je gaan. Nou is het natuurlijk niet de goede kleur. Dus wat doe je? Je klikt hier precies het midden, dubbel.
krijg je dit color palette en dan zet je hem op zwart. Oké, dan zie je helemaal niks meer. Dan sleep je die onder de tekst en dan staat hij er eigenlijk al heel strak in. Maar nu zie je natuurlijk dat je best wel veel verlies hebt van de achtergrond. Dus wat je kan doen is die balk een beetje minder, een beetje meer doorzichtig maken. Dus hoe doe je dat? Hier bij opacity klik je hierop en dan kan je hem een beetje terugslepen. Zie je dat? Dan wordt het een beetje minder dan. En zo heb je eigenlijk al heel simpel een thumbnail gemaakt. Wat je nog als laatste kan doen, wat misschien wel leuk is, is een randje eromheen maken. Hoe je dat doet, je maakt een nieuwe layer aan. Je doet Ctrl, Alt, Shift en E. Dan merge die alle layers, dus dan brengt hij ze samen. Dan klik je weer dubbel op deze voor de blending options. En dan zeg je, geef het een stroke. Die stroke die gaat altijd automatisch naar buiten. Die willen we naar binnen. Dus doe je van outside doe je naar inside. Dan doe je die size vergroten. En dan zie je dat er een randje omheen komt. Dat randje geef je dan een gekke kleur. Dat kan je hier doen. Zeg bijvoorbeeld, randje wil ik blauw. Hop. Oké. En dan zit een blauw randje om je thumbnail. En dat is eigenlijk alles. Het laatste wat je misschien nog kan doen is een beetje de levels aanpassen. Dus je drukt op Ctrl L. En je gaat een beetje lopen spelen dat hij er iets meer uitspringt. Zie je dat? Dus een beetje deze naar rechts, deze naar links. Hier van voor naar achter. Dat hij net iets meer uitspringt. En hier zou je natuurlijk toch wel sneller op gaan klikken als zoiets. Dus dit is eigenlijk een hele snelle manier om makkelijke, leuke thumbnails te maken. Je kan natuurlijk met lettertypes variëren, met kleurtjes, alles wat je wil. Dit was het tutorial weer voor vandaag. Woensdag komt er de tip van de week. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ben Rino van... Hoe gaat dat? En abonneren kan precies onder mij.